aflevering van de Pokémon TGC Unpacking Scene. Ik weet niet of jullie het horen, ik hoop het niet, maar er is een kind op de achtergrond aan het huilen, want mijn vrouw is zo aan het werk en die is een gastouder en die moet ook werken. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik ga, vloep, even nog wat opruimen, zie ik nu. Bam. Ik heb 9 packs Chilling Rain voor jullie vandaag uit 3 pack blisters. Ik ga de codekaarten niet meer weggeven. En waarom is dat? Omdat volgens mij mijn vaste fans ze toch niet gebruiken, mijn vaste kijkers. En er is wel een Brit die al mijn video's afgaat om te zeggen van, yo, die code is niet goed in beeld. Wil je dat nog even goed laten zien? En daar pas ik voor. Mijn codekaarten zijn voor mijn kijkers en niet voor Britse mensen. Dus 1, 2, 3, 4. Wil je een code? Kan altijd. Dan moet je gewoon even een berichtje sturen. Via mijn Twitter kan dat. En dan stuur ik je met plezier een codekaart. Weet je, ik ben echt de moeilijkste niet. Een deling. Oké, de eerste pool van deze video is de Reversal Larvesta. En een Beedrill. Beedrill had ik al wel volgens mij. Was wel een hele vette kaart. Ik vind deze Beedrill. Ik vind sowieso de Kakuna en Weedle uit Chilling Rain vind ik echt heel vet sowieso. Dus nadeel is wel nu ik de codekaarten er zo afhaal dat we al zien. Goed, superhandig. Ik werd dus gebeld. En als ik word gebeld dan kapt mijn camera ermee. Maar goed, we hebben dus een energy. Ik weet ook niet wat ik aan het vertellen was, want ik moest dat telefoontje wel even opnemen. Een Yen Mask, Galarian Mask, een Koffing. Is mijn lens nou zo vies? Of is mijn lens hartstikke vies? Wacht even. Het is mijn scherm gewoon vies. Nee, mijn lens was wel vies. Kijk, Slowpoke. Een Adeerling. Een Lapras, een Reverse Holo Kirlia. En een Gallade. Ook een mooie kaart. Niet holo helaas, dus die gaat gewoon op de bulkstapel, want die hebben we al. Het laatste pakje uit de eerste set. Een groene kaart. Dus volgens mij had ik dat net verteld. Van daar kan alsnog dan een alt-card in zitten. Volgens mij heb ik dat wel eens gehad. Dat de groene kaart toch een alt-card in zit. Dus laten we daarop hopen. Maar ik ja, denk het niet. Ik bedoel, alt-cards zijn zeldzaam. Eerlijk is eerlijk. Oh. Ik heb er nu al wel 2 bemachtigd hoor. Daar niet, nee, niet in deze set heb ik een alt-card bemachtigd. En ik had laatst Marcel had Altcard Glacian gepoeld. Oeh, Sebstrika, heel cool. En een Galarian, of een normale Weezing. Marcel had een, uit Evolving Skies een Galarian Weezing. Nee, wauw, Stefan, ik ben zo afgeleid. Er gebeurt van alles om me heen. Ik heb een computer aanstaan, wachtend op Daniel om een serie op te nemen. En, maar goed, dus ik ben een beetje afgeleid. Maar goed, ik was bij Marcel. Hij had voor mij een 3-pack blister gekocht van Evolving Skies. En dan had hij een... ik opende 2 pakjes, hij opende 1 pakje. Had hij een mafklapper, had dus gewoon een Altcard Glacian uitgepoeld. Dat heb ik voor 50 euro verkocht, dus dat was wel lekker. Single Strike Skull, Crobonomable, Sobble, Heracross. Dat is toch een van mijn favoriete bug-pokémon, Heracross. Zo, een Galarian Farfetch'd, een Delibird, een Kapfu en een... What? Wacht even, dit was toch een... Hier, groene kaart. Nou, toch een VMAX. What the fuck, wat vet. Fucking cool, waar zijn mijn sleeves? Hier. Oké, even snel sleeve, hè. Voor mij heb ik deze al wel, maar dat maakt niet uit. Wat? Dan zeg ik, dus een groene kaart maakt helemaal niks meer uit, joh. Kijk dan, hoe cool. Daar ben ik wel blij. Basic is sowieso een van mijn favoriete vuur-Pokémon. Zeker wel in de top 10. Kijk, groene kaart, maar dat mag de pret niet drukken. 2, 3, 4. Een Energy. Een Drizzle. Pet to the Peak. Swirlix. Rockruff. Mareep. En het kind gaat weer af als jullie het horen. Een Porygon. Clubbopus. En een... Bennett. Niet holo. Ik weet ook niet of ik deze al wel of niet heb. Dus ik leg hem voor de zekerheid even bij de misschienstafel. Dan gaan we straks eventjes de map erbij pakken. En dan kunnen we even kijken. Een witte kaart. Dus dat is sowieso... Ja, misschien zit daar dan helemaal geen moer in. Ik kan even voelen of er wat in zit.
Ik voel geen textuur, dus het is hooguit een hollow, denk ik. Dat is wel grappig. Dat is wel grappig. Een Welcoming Lantern, Fire Resisting Gloves, een Sneasel, Swirlix, Porygon, Ledeba, Ghastly, de Reverse Holo is een Aggron. En dan hebben we een... Niet Holo Zengoose, hè? Witte kaart, niet Holo Zengoose. Ik begin een beetje te twijfelen of de kleur van de codekaart nog uitmaken. Of is het tegenwoordig een groene kaart is iets goeds? Dat zou wel heel kikker zijn. Nee. Nee, we gaan het even bekijken. We gaan het gewoon even bekijken. Hoppatee. Ik had dus van de week een kaart kapot geknipt. Ik open ook nog wel wat offscreen, zeg maar. Had ik gewoon een kaart kapot geknipt. Super kut. Gelukkig zat er niks goeds in. Een witte codekaart. 1, 2, 3, 4. Even voelen. Nee, geen textuur. Een Energy. Een Melanie. Een Cilio. Haunter. Fennipede. Furfru. Galarian Farfetch'd. Een Sneasel. Deerling. Weeding Gloves is de Reverse Holo. En een gewone kaart. Als Rare. Het was een groene kaart. Maar nu een gewone. Dus er klopt helemaal geen moer van. Witte kaart. 2, 3, 4. Even kijken. Nee, geen textuur. Ik heb het verkeerd gevoeld. Nee, nee. Dokter. Een Haunter. Clara. Een Blitzel. Lapras, Bonsweet, Fennipede, Ralts. Oeh, deze Survivor is echt heel vet. Die is echt mokertje vet. En dan hebben we een Leron als niet Reverse Holo. Die heb ik al wel, dacht ik. Ik leg hem even bij de misschien stapel. En het laatste pakje is een groene codekaart. 1, 2, 3, 4. Voel of ik dat voel. Dat is een gladde kaart. Een Energy. Een Leron. Seabolt. Oh, wacht even, ik doe het fout. Een Whirlpeed. Een Farfetch'd. Sneasel. Deerling. Golett. Diglett. De Reverse Holo is een Old Cemetery. En een Persimmon als normale kaart. Dan gaan we even kijken wat we nog moeten. Even kijken, we pakken de map erbij. Faf. Oké, ik doe het een beetje zo. Kan je het zo zien? Nee. Wacht even. Oh, wacht. Ik kan natuurlijk helemaal zo draaien. En dan een beetje zo. En dan donderstraalt alleen wel mijn... Zo. Oké, we gaan de map even openen. Ik zie het alleen nu niet zo goed wat ik doe op het scherm. Dus ik hoop dat jullie wat zien. Even kijken, wat moesten we allemaal checken? Oké, dit werkt dus voor geen enkele kilometer. Wacht even, we gaan het gewoon weer zo doen. Ik zeg het zo meteen wel even, ja. Ik hou jullie aan de praat. Weedrill, die had ik al. Dat waren de gras-Pokémon. Vuur-Pokémon hadden we Larvesta, Reverse Holo en Blaziken VMAX. Blaziken VMAX heb ik en Larvesta Reverse Holo ook. Dan gaan we naar water, daar hebben we niks van gepoeld. Elektriciteit, Substriker heb ik ook al. Dan gaan we naar Psychic, Kirlia heb ik en Benet heb ik ook. Nou, nu begint het toch wel weer jammer te worden. Colobopus, die heb ik... Niet. Nee, nice. Toch eentje die ik niet heb. Persimmon had ik wel, dat heb ik goed gegokt. Oeh, Kapfu heb ik ook niet. Deze mooie man. Ik moet toch een keer meer ruimte creëren, waardoor ik die mappen gewoon bij kan leggen, zeg maar. Dark heb ik niks van gepoeld. Steel Aggron heb ik zo reverse als gewoon. Oké, dat is jammer. Dat is heel jammer, maar doe maar weer. En heb ik... Oh, Dark. Ik vergeet zijn Viper helemaal. Of moet Dark nog komen? Nee, Dark is al geweest. Zijn Viper is nummertje. Die heb ik ook nog niet normaal, volgens mij. Nee. 102. Daar heb ik dus nu alleen de reverse van. Heel vet. Ik ben echt gek op die kaart. Even kijken. Normal.
hebben we niks van. Oh, wat is hier gebeurd? Die kaarten zijn uitgevallen. Oh ja, mijn lieve, lieve dochter heeft mijn map laten vallen. Ik ben er niet blij mee, maar ja, goed. Blijf je dochter, hè? Nou ja, goed, die dingen kunnen gebeuren. Ik kan mijn moeder doen, oh nee, dat is van mij, dat is heel duur. Old Cemetery had ik trouwens ook nog niet voor de mensen die dat echt graag wilden weten. En de Weeding Gloves had ik al wel. Dus er zijn er maar een paar nieuwe, maar dat geeft niet. Maar goed, in elk geval, ik zou zeggen van, weet je, ik kan het moeilijk doen van ja, bla bla, moeilijk, moeilijk. Maar heb je zoiets van ja, dan had ik het niet moeten neerleggen, weet je wel, dat is het ook een beetje. Dan, ik zei altijd van ja, als ik kinderen heb, mag echt niet bovenop mijn zolder komen, is van mij, staan mijn dure spullen. Maar ja, heb je eenmaal kinderen jongens, dan boeit het je helemaal geen flikker. Vind je het hartstikke leuk als ze erbij zijn, weet je wel. Dus ja, plus mijn dochter is heel leuk. Kan je er best bij hebben. Kijk maar eens even alles netjes gelijk opruimen, jongens. Ik heb nog iemand, een persoon, ik heb hier een blik vol Reverse Hollows. En diegene die wil ze wel even komen bekijken. Die zei ik van, ja, 5% per stuk als je er 10 of meer afneemt. Dikke afzetter hier dan natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende week. Peace.